Centraal. En zoals elke aflevering hebben we twee kunstenaars uitgenodigd. De eerste kunstenaar is de bekende Jan Fabre. 1, 2, 3, 4! Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. Gevoel. Zo iets wat je niet kunt zeggen. Allee, het is zo'n soort van poëtica. Dat roken. Oh, ja, je kunt het gewoon niet voorstellen. Je bent dus een rookfanaat, Jan. Dus je bent er ook van bewust dat... Je bent er dus ook van bewust dat roken verboden wordt. Ja, je bent er maar al te goed. Mijn ma is zelf gestorven. Met haar laatste sigaret aan longkanker. En ik ben, ja, en ik heb zelf twee kinderen, maar die jongens, fuck you, hè, die gooit nog niet, maar mijn naast te willen. En dat maakt mij zo vies, hè. Maar, Jan, je hebt een toneelstuk geschreven about smoke, is verfilmd is door... Wat vind je daarvan? Wel, ik vond dat toneelstuk eens iets anders. Het was ook leerrijk. Ja, ik heb er echt van genoten. En het is niet wat je alle dagen doet. En ja, ik vond het echt leuk. Maar heb je die Chantal eens ontmoet? Dat is dat wel eens, hè? Hé, hey, met haar rood chalkje en haar rode lippen. Beste kijkers, we gaan er even tussenuit. Tot straks. Dag Chantal. Je hebt ook een kunstwerk gemaakt over het roken. Waarom is dat zo? Waarom? Wel, ik ben een enorme rookverslaafde. Zoals je wel kan zien. Ja. Dus ja, ik dacht, waarom maak ik daarover eens geen, ja, geen stuk? En van waar is inspiratie? Mijn inspiratie wel, dat is Jan Fabre. Ik vind zijn werken, ik vind dat zo mooi en zo speciaal. Ja. En hij heeft ook zo een foto gemaakt about smoking. En ik vind dat een prachtige foto, ik kan daar niet aan doen. En ja, daarom heb ik het eigenlijk gedacht. Omdat ik zelf een roker ben en dan, omdat ik dat zo mooi vind, ja. Daarom heb ik dat gemaakt. Dat vond ik heel stuk. We hebben voor jou een klein verrassingetje. Ja? Jouw vader is hier. Oh nee zeg! Hey, hier. Oh nee, en waar is hij? Kom binnen. Kom binnen. Maar ik heb nog niet opgemaakt. Nee jongen, ik ga je zo niet binnen. Je bent totaal goed. Je bent goed. Kom. Allee, oké. Okay. Is goed. In onze studio. Zit naast Jan Fabre en hoe voelt het? Ja, wel, ik ben heel blij dat ik u nog een keer terug zie, hè, want na de voorstelling heb ik u er mee gezien. Hè. Ja. En je kent ook een aantal werken van Jan Fabre, kunstwerken, zoals De man die de wolken meet, De man die huilt en lacht, Searching for Utopia en nog vele andere. Wat vindt u van zijn werken? Ja, ik vind, zoals ik daar straks al zei, ik vind die ja, wel speciaal, ja. Je ziet er ja, zo geen twee, hè, zo de kever op een stok. Het is wel speciaal, hè, moet ik zeggen. Dat ja. Is de totem, denk ik, ja. Ja, de totem, die vind ik ook wel heel speciaal. Ja, wat hebben we daar nog, hè? Dat gaan we gemaakt hebben. In Nieuwpoort, wat staat er daar? Een schildpad? Een schildpad? Ja, ja. Hoe noemt u dat? Searching for Utopia. Ja, dat was het. Ja, ik vind die allemaal heel ja, speciaal. En leuk. Ja. En toneelstukken vind ik ook, zijn wel gewoon extravagant. Ja, ja. Ik zoek er echt naar om nieuwe creaties te vinden. Ja, ja. Is het u goed gelukt? Dank u. Het is eens fijn om u terug te zien, ze. Ja, ik vind dat ook. Het was lang geleden, hè. Allee. Oh, dank u. Ja. Zeg, en waar woonde jij nu juist ergens?
En wat ik woon in Jan Fabriestraat, nummer 34. Dus die praat daar eigenlijk zelf mijn naam. Dus hebben die dan zelf omgedoopt? Ja, dat was echt een hele eer voor mij. Amai. En ik heb gehoord dat je van Gogh ook in die straat hebt gewoond. Ja, dat is helemaal juist. Ik ben eigenlijk een beetje een bewonderaar van hem. Ja, ik vind dat Van Gogh in de mooie stijl, hè? Ja, dat is wel heel waar. Ik wens jullie nog het beste toe met al jullie werken, met al jullie ambities. Veel succes en aan de beste kijker tot de volgende keer. Stop het knappen gewoon, maar niet! Hoe stapte jij nu? Allee! Alsjeblieft, hallo, ik kom! Je bent echt niet meer. Nee! Ja. Welkom, beste kijker, bij een nieuwe aflevering van Bekende Kunstenaars. We zijn er. Ja! Voilà! Smoking, wat onlangs verfilmd is door Chantal Akkerman. Wat vind je daarvan? Wel, ik vond dat toneelstuk eens iets. Het was ook leerrijk, ja, ik heb er echt van genoten. En ik zou het graag nog eens een andere keer willen doen, maar het was echt leuk. Maar ook er was die. Heb je. Het is Chantal Akkerman. Ik woon eigenlijk in de straat die zelf mijn naam draagt, dus de Jan